Belangrijke wedstrijd vandaag, eigenlijk een degradatiekraken. Dan verwacht je met een mes tussen de tanden. Heb ik vandaag van Achilles niet gezien. Nee, ik ook niet. Dus, daar hebben we het hoe komt dat? Ja, zeg maar. Er zijn heel veel dingen in het voetballen die je als trainer kunt beïnvloeden, denk ik. En ja, soms zijn er dingen in het voetballen dat je denkt van ja, hoe kan dat? Je weet allemaal wat het belang van deze wedstrijd is. En je weet hoe Sevolde speelt. Dus je bent in principe ben je gewoon heel goed voorbereid. En we beginnen denk ik nog eigenlijk prima. We hebben 1-0 voor. Dus wat dat betreft moet het ook weer wat vertrouwen geven. Ja, en daarna vanaf minuut 2 is het compleet weg. Lieg ik als ik zeg van ondanks die 1-0, het heeft eigenlijk de hele wedstrijd een moment ingezeten? Nee, ja, daar ben ik me helemaal met je eens, absoluut. Ik denk, kijk naar de kansen, verhouding. Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien allemaal dezelfde wedstrijd, denk ik. En ik denk dat we met 2-1 achterstand de rust in gaan. En dat kan volgens mij ook 5-1 zijn. En dan beginnen we de tweede helft, denk ik wel de eerste minuut nog prima. Krijgen we een enorme kans, denk ik, op 2-2. Ja, goed, die moet je dan maken. Dan kun je misschien de wedstrijd maken. Maar ik denk, als je gewoon heel realistisch kijkt, heeft het er helemaal niet in gezeten vandaag. Verwijt je ploeg dat? Nee, verwijten. Bedoel, dat heb ik net in de kleedkamer ook gezegd. Kijk, ik ben trainer, zij zijn speler en we hebben allemaal hetzelfde belang. We willen graag wedstrijden winnen. En ik voel me net zo verantwoordelijk als de spelersgroep. Dus ik moet ook bij mezelf te raden gaan hoe dat kan dat mijn groep zo de wedstrijd zo aangaat, de wedstrijd zo speelt. Dus het is niet alleen maar wijzen. En dat heb ik ook tegen de spelersgroep gezegd. We kunnen alleen maar wel gaan wijzen naar elkaar. Maar kijk naar jezelf en dan moeten we er samen uitkomen. We zitten in een lastige situatie. En dan kun je wel constant op elkaar gaan zeuren en zeiken. Dat allemaal negatief benaderen. Maar ja, we zullen hier toch uit moeten en dat moeten we met elkaar doen. Kijk, het voordeel van deze competitie is natuurlijk, het staat allemaal heel erg dicht bij elkaar. 2 keer achter elkaar winnen en je staat hier gewoon helemaal veilig. Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel even 2 keer achter elkaar winnen. Ja, al stelt niet, hè? Nee. En daar hebben we nog wel eens moeite mee, met 2 keer achter elkaar winnen. Dus nee, maar ik ben het wel met je eens. Het is, ik ben er ook van overtuigd dat wij ook van iedereen kunnen winnen. Ik vind niet dat er uitgesproken goede ploegen in zitten waar je denkt van, nou, daar ben je kansloos tegen. Dus of je nou tegen de nummer 3 moet of tegen de nummer 12 moet, dat is voor mij geen verschil. Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Alleen, dus deze wedstrijd kunnen we zien als een uitzondering. Maar het verschil was vandaag, vond ik toch wel aanzienlijk. Ja, vandaag wel. Ja, dat klopt. Ja.